worden geleidelijk aan weer gevuld met auto's met Nederlandse kentekens. Nu de grens weer open is voor dagjes mensen. Meneer, mag ik even wat vragen? Ja, hoe is het om weer te kunnen tanken in Duitsland? Ik ga boodschappen doen hier. De boodschappen doen, ja? Waar komt u vandaan uit Nederland? Hardenberg. Uit Hardenberg, oh, dat is speciaal vanuit Hardenberg naar hier gekomen. Ja. U hebt het gemist, denk ik, hè, de afgelopen weken. Heel veel gemist. Ja, bepaalde producten dan? De vrouw doet alles bakplezier, wil ik niet. Ja, precies. De boodschappen is goedkomen. Ja, dat scheelt wel op het einde van de maand. Oké, nou... Profiteer ervan zoiets. Parkeerplaats in Lidl in Duitsland, Illichem, zie je allerlei Nederlandse kentekens. Want sinds zondag mag je weer de grens over zonder bewijs dat je negatief bent wat het coronavirus betreft. Maar dan moet je wel binnen 48 uur de Bondsrepubliek verlaten. Als je langer wil blijven moet je alsnog een attest voorleggen. Is het om weer lekker boodschappen te kunnen doen in Duitsland? Oh, heerlijk! Ja, hè? Ja, speciale dingen gekocht eventueel? Ja, vooral checken. Oh ja, is dat goedkoper? Ja, en wijn, hè? En wijn ook. Dus... En kaas, Hollandse kaas. Hollandse kaas in Duitsland, dat smaakt waarschijnlijk ook anders. Nou nee hoor, maar het is wel goedkoper, dus het smaakt lekkerder. Ja, en jullie hebben wel een aantal weken moeten wachten, want sinds 1 april konden Nederlanders Duitsland niet meer bezoeken, toch? Nee, klopt. Dus na bijna 2 maanden kan het weer. Ja, kan het weer. Ja, gisteren was het startschot, hè? Dus, ja, ja, precies. En waar komen jullie vandaan? Hogeveen. Hogeveen, ook uit Hogeveen. Nou, ik heb wel iemand gesproken uit Eerlem. Dus, dat is ook niet zo ver weg. Nee, het is ook niet zo ver weg. Oké, geniet ervan en bedankt voor jullie medewerking. Hoe is het om weer te kunnen boodschappen doen in Duitsland? Heel fijn. Ja, u hebt het gemist, neem ik aan. Ja. Een paar weken, een week of 4 geloof ik was vanaf het. Vanaf 1 april. Vanaf 1 april. Ja. Dus en waarom komt u per se in Duitsland boodschappen doen? Omdat het veel goedkoper is. Oh ja? Ja. Zoals? Wat zijn dingen die goedkoper zijn? Kattenvoer, fruit, groente, alles eigenlijk. En tanken ook waarschijnlijk? Nee, ik tank zakelijk, dus maakt niet uit. Oké, en u woont hier ook net over de grens? Ja, nou niet heel dicht. Elim, Hogeveen. Oké, nou dat is toch wel een eind rijden om naar hier te komen. Ja, maar het kan nog uit. Ja, oké, u hebt het allemaal netjes uitgerekend. Nou, bedankt voor je reactie. Fijne dag nog hoor. Hetzelfde. Ja, we zien een aantal auto's staan met Nederlandse kentekens. Ook Duitse uiteraard. U bent aan het wachten. Hoe is het om weer in Duitsland te zijn na al die weken? Hè? Dat is gewoon een enorm genot. Dus kijk aan. En, hoezo? Kunt u dat uitleggen? We wonen in Emmen. We wonen hier vlakbij. Ja, ja. En mijn vrouw is nog in de winkel. Ja. En die komt uit Duitsland. Ja. Uit wel eens in Willemshaven. Ja. En ja, onze broer en zus van haar kant, ja, hebben we dus nog altijd niet kunnen bezoeken. Oh ja, 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 ja. En Oldenburg, ook een vriendin, ja, ook niet kunnen bezoeken en nu nog niet. Nee. En we krijgen 7 juni de tweede Pfizer-prik. Ja. En dan nog 14 dagen, dan kunnen we gaan en staan. Oké. Theoretisch waar we dan zouden willen. U kunt voorlopig toch wel 48 uur in Duitsland blijven, volgens mij. We kunnen nu inderdaad 48 uur in Duitsland blijven. Dus we hebben mooie inkopen gedaan. Ja. En ik ga dadelijk lekker tanken. Nou. En dat scheelt me gauw een 60 euro alles bij elkaar. Kijk aan. Dus, nou, ja. het wordt een mooie. Het is een mooie dag, maar het wordt nog een mooiere dag voor u. Het wordt nog een mooiere dag. Oké, bedankt voor de reactie. Hoor. Fijne dag nog. Meneer, eet smakelijk. Hoe is het om hier in Duitsland te zijn na al die weken? Prima. Prima. Eindelijk weer vrij. Ja, ja. Met beperkingen, hè. We moeten binnen 48 uur terug. We hebben het verstand niet voor niks, dat moeten we gebruiken. Ja. En dat is nou heel, heel verstandig. Oké. Dus waar komen jullie vandaan? Emmen. Uit Emmen. Speciaal even de grens over om het... Gewoon een dagje uit. Ja, dat... Even een beetje rondtoeren. Ja, ja. En met dit weer, nou wat wil je nog meer? En een terrasje pakken, net over de grens. Ja. En lekker genieten. Ja, ja. Oké, nou fijn. Geniet ervan. En nog een prettige voortzetting van deze dag. Dank u vriendelijk. Dag. De markt in Koevoorde op maandag.
onder lente achtige omstandigheden. Intussen is het zonnetje doorgebroken door de mist. Mensen genieten van een terrasje. Anderen kopen wat ze nodig hebben. Weer anderen vinden het prettig om even buiten te zijn of even bij te praten.